leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige rechte. Het is inmiddels, voor mij is het dinsdag en ik heb even een aankondigingsvideo en ik heb twee aankondigingsvideo's. Ik heb die aankondigingsvideo's heb ik even door tweeën gesplitst, omdat het eigenlijk, ik kan het in één vlog doen. Ik zit in tijdnood. Ik zit een beetje in tijdproblemen, omdat ik de aankomende weekend heel erg druk heb met verschillende locaties waar ik naartoe ga, dingen wat ik op ga nemen en zit dan ook een klein beetje in tijdnood voor het editen van de video's. Want bij alle drie de leuke dingen wat ik ga doen, daar ga ik ook vloggen. Dus jullie kunnen weer een heleboel leuke vlogs, kunnen jullie deze week of volgende week, nou eigenlijk volgende week pas, kunnen jullie die verwachten op mijn kanaal, op It's Ultrex. Wat is de planning? Wat is de planning? Daar komt een vlog morgen van uit. Ik ga morgen, het tweede deel eigenlijk van de vlog laten zien. Ook om tijd te sparen. Zo heb ik in ieder geval 2 dagen heb ik in ieder geval iets. Vandaag krijgen jullie te horen wat het allemaal is. En dan ga ik morgen de planning bekendmaken. Ik heb het al een klein beetje gezegd eigenlijk. Wat ga ik dat nou weer doen? Nou, dan gaan we in ieder geval maar kijken. Het gaat in ieder geval allemaal wel goed komen. In ieder geval. Aanstaande donderdag is er de Feyenoord vlog. Donderdag ga ik naar de Kuip voor de jaarlijkse Feyenoord open dag. Ik zal daar zijn met Ramonski en nog een paar anderen. Gaat ik daar naartoe. En dan ga ik natuurlijk weer naar de open dag van Feyenoord. Voor mij zou er nog iemand meegaan, maar dat is nog niet zeker. En anders ga ik gewoon alleen met Ramonski. In ieder geval de open dag van Feyenoord, daar ga ik naartoe. Jullie zullen daar natuurlijk ook weer een verslag van zien. Ik weet nog niet wanneer dat is, maar dat krijgen jullie allemaal nog te horen. In ieder geval is het zo dat aanstaande zaterdag, dan ben ik weer in de Efteling. En in de Efteling ga ik weer naar het Negenpleinenfestijn. Dit keer zullen erbij zijn natuurlijk Kevin en Ramonski. Ramonski kon verleden keer niet naar het Negenpleinenfestijn. Dus een zaterdag gaat hij in ieder geval mee. En gaan we dus, ga ik dus weer een hele leuke vlog maken. Af en toe even een attractietje pakken. Maar het meeste wat jullie kunnen zien is natuurlijk ook het Negenpleinenfestijn. Met als einde natuurlijk Aquanura met DJ Chesto. Dat is echt een geweldige show. Blijf een mooie show. Ik zal hem ook deze keer ook weer filmen, want het is zo ontzettend gaaf. DJ Chesto in Aquanura. Dan gaan we naar zondag. Zondag ga ik met Kevin, Rianne en Ramon ga ik naar de Tilburgse kermis. Ook daar kunnen jullie weer een leuke vlog van verwachten. Met allemaal leuke dingen. En zeker weten de moeite waard om te kijken. Dus het is echt een enorme drukke dag. Of drukke week is het. Plus het drukke weekend. Donderdag dus de open dag van Feyenoord. Zaterdag naar de Efteling. Zondag naar de Tilburgse kermis. Dus in ieder geval kunnen jullie weer 3 hele leuke vlogs verwachten. Hier op mijn kanaal op It's Ultrex. In ieder geval zeker weten de moeite waard om natuurlijk geabonneerd te blijven. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal natuurlijk. Dus er komen nog een heleboel leuke vlogs komen eraan. Ik zal ook nog eventjes tussendoor even nog wat andere dingen vloggen. Maar hoe en wat, dat horen jullie morgen in nog een extra vlog. Ik ga nog een extra vlog maken over een beetje de planning, wat de planning wordt voor aankomende week. In ieder geval
zeker weten de moeite waard om te blijven kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. En druk op het belletje. En als je op het belletje drukt, vergeet niet de notificaties op allemaal te zetten. Dan word je gewoon elke keer op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ja, dat was het eigenlijk voor nu. Morgen krijgen jullie nog een andere uitlegvideo hier op mijn kanaal. Er zijn even twee korte vlogs, maar in ieder geval is het wel even nodig. Dan weten jullie in ieder geval wat jullie allemaal kunnen gaan verwachten op mijn kanaal. Terwijl Boquito weer aan mijn been zit. Oh, Boquito zit weer kopjes te geven. Kijk, daar heb je hem. Boquito. Oh. Mwah. Daar heb je Boquito, hè. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. Ik spreek jullie allemaal gauw weer. En ik zie jullie weer morgen bij een tweede vlog. Waar ik dan nog een beetje verder het schema gaat. Verder het schema vertel van hoe en wat en zus en zo. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.